CityHub is een slim magazijn aan de rand van de stad. Wij zoeken hublocaties waar we goederenstromen kunnen bundelen. En van daaruit brengen we die gebundeld met zero-emissietransport zo slim mogelijk naar ontvangers in de stad. Doordat we deze locatie inderdaad ook die 1000 vierkante meter kantoorruimte hebben, zochten we inderdaad ook naar invulling die eigenlijk onze dienstverlening versterkt. We lopen voorop in innovatie in stadslogistiek. En dat proberen we ook te doen door hier bedrijven te huisvesten die ook zich bezighouden met innovatie op het gebied van mobiliteit, logistiek en opslag. Wat we zien is dat veel partijen toch zoeken naar kleine vaste werkplekken met een hoog verzorgingsniveau qua gedeelde faciliteiten. Als bijvoorbeeld een goede omgeving waar je fijn kan lunchen of meetingruimtes waar je afspraken kan hebben. Met dit pand wilden we snel kunnen schakelen en we zochten vooral naar een partij die met ons mee kon denken en snel mee kon schakelen. Vanuit de markt weten we wat Scap deed en was eigenlijk al heel snel duidelijk, nou, Scap kan onze wensen en behoeften gewoon goed invullen. Uiteindelijk is dat het totaal plaatje van Scap wat de doorslag geeft. Dat ze en in staat zijn om snel inderdaad mee te kunnen denken. We hebben office planner gebruikt om heel snel in kaart te brengen. Nou, wat is er nodig om deze kantooromgeving goed in te kunnen richten? Maar ook de levertijd die erachter zat van de verschillende onderdelen, die was gewoon goed. Dus eigenlijk is het een totaal plaatje van prijs en kwaliteit waarbij je denkt, ja, we gaan dit gewoon met Scap doen. Mijn gevoel bij het eerste inrichtingsvoorstel dat ik kreeg was dat ik dacht, ja, hier word ik blij van. En tegelijkertijd ook wel een paar maren, dat je denkt van, hey, en hoe werkt dit? En uiteindelijk is het mooi dat je aan de hand van zo'n fysieke schets ga je met elkaar in gesprek. Oké, waarom stellen jullie dit voor? En uiteindelijk kom je in een dialoog met elkaar om tot, ja, volgens mij de beste oplossing te komen. En dat is het leuke aan zo'n eerste schets. Er zit gewoon heel veel kennis en expertise in die Scap heeft over haar vak. En wat ervoor zorgt dat je heel makkelijk keuzes kan maken met elkaar. Redelijk snel werd vanuit Scap een projectplanning opgeleverd op basis van de definitieve schets in Office Planner. We zeiden, zo gaan we hem inrichten. Nou, dan loop je natuurlijk tegen allerlei problemen aan, want soms zijn bepaalde onderdelen niet beschikbaar. Maar werd daar gewoon heel goed geschakeld door Scap, die gaf aan, oké, dan komen we hiermee. En als er een probleem was, werd er ook meteen gezocht naar een oplossing om het op te lossen. We hadden best wel een harde deadline, want 12 april hadden we hier opening van dit pand. Dat was voor ons een belangrijk moment. En uiteindelijk is het gewoon gelukt om voor die tijd de kantoorverdieping representatief in te richten. Als ik kijk naar mezelf, merk je dat je al heel snel te lang op je stoel blijft zitten om bepaalde werkzaamheden te doen. En het mooie is, als je activity-based je werkomgeving inricht, dan word je eigenlijk verplicht om veel meer dynamiek toe te passen in hoe je je werk uitvoert. Ja, je ziet nu dat daar steeds meer gebruik van wordt gemaakt. Met name zoals een meetingbox die gewoon echt heel populair is. Laat ik zo zeggen, de Scap meetingbox is best wel populair bij onze huurders hier in het pand. Dat er eigenlijk nu al illegale boekingssystemen ontstaan met briefjes waarmee die geclaimd wordt. Omdat het gewoon een hele prettige plek is. En dat vind ik eigenlijk wel van veel van de elementen die we hier in het pand hebben. Hoge omgeving, we hebben wat meer intiemere vormen met lounge meubilair, noem ik het maar. Een beetje woonkamergevoel krijgt. En dat maakt het dat je veel verschillende plekken hebt voor verschillende activiteiten. En dat is volgens mij ook juist de kracht. Ik vind het gaaf om te zien dat Scap groeit. Onderneemt en ook met een eigen tijds, eigenwijze visie een redelijk traditionele, conservatieve markt gewoon van een nieuwe oplossing voorziet. En je ziet dat we gewoon in een veranderende samenleving zitten waar dit soort initiatieven juist het verschil maken en dat vind ik gaaf om te zien.